I don't really know anything about birds. My hobby is stuffing things. You know, taxidermy. And I guess I'd just rather stuff birds because I hate the look of beasts when they're stuffed. Wat ik doe, dat is het prepareren van dieren, dus het opzetten van dieren. Zo dat ons beroep toch in het daglicht staat wat een beetje horrorachtig overkomt. Dode dieren, daar zijn de meeste mensen een beetje huiverig voor. Ja, er zijn mensen die zijn natuurlijk heel erg anti, hè. Die zeggen van nou... Wij maken die dieren dood om te prepareren. Nou, dat doen wij dus niet. Wij maken geen beesten dood. Ik heb museums, klanten die wat vinden en dan jagers veel. Hè. Dat is de trofee natuurlijk. Hè. En hoe groter de horens dan zijn, hoe beter het is. Elke dag heb je weer een ander beest om te maken en het is steeds weer een uitdaging om het beest weer helemaal mooi op te zetten, zodat het precies echt lijkt. Ja, iedereen kan een beest opzetten, maar om de goede uitstraling te krijgen, dat die leeft, dat die dat precies dat beest is wat het moet zijn, ja, dat is gewoon het moeilijkste erin. Nou, ze denken allemaal dat ik het als hobby doe en neem het niet helemaal serieus, maar als ze een keer komen kijken, dan denken ze er wel anders over. Zo, die hangt. Zullen we eens even gaan kijken? Ja, met huisdieren in het algemeen kun je zeggen dat mensen, die willen geen afscheid nemen van zo'n beest. Dikwijls zijn het mensen die alleen zijn en waar het beest dan doodgaat en dat behandelen ze meer als iemand van gelijke soort. En dan krijg je allerlei emotionele toestanden. Je hebt het zelf gewild, hè? Maar ik was zo druk. Ja, nou. Ik had er wel uitgekeken. Mm-hmm. Ik kan me niet voorstellen dat die dood zijn. Dat doet altijd even pijn meer. Ja. Lief, hè? Lief. Oh, dat is een oude. Dat denk ik wel. Het riempje moet ook wel. Ja. Ja. Ik neem mijn morgen neem ik ze mee naar mijn zwag. Dat willen ze zien. Ja, dat is de liefste jas u van heeft. Ja, dat heb ik al zo opgelost. Die jas kan wel gewassen, dat zal meenemen. Die nou, is een smerig, die kat. Die succes nee, is heel veel gewassen. Ik ben heel erg dol op een dier. Er is veel centjes als het kapot gaat. Dat vind ik niet uitpraat. Voorzichtig met de oren, hè? Ja, dat klopt. Oren. Ja. Okay. Alle beestjes die we dood gaan brengen bij jou. Okay. Want iedereen vindt ze ontzettend mooi. Mm-hmm. Ja. Prima. Dus boten, maar dat maakt niet door, dat is altijd al nee. Gemaakt hoe lang het blijft vliegen. Ik zet hem op en dan laat hem heel liggen tot het tot er weer wat is. Okay. Ja? Hoi je nou. Ja, hoi je. Dan heb je heel een stuk stronk zo en dan... Nee, als een beest dood is het dood. Levend wordt hij nooit meer. Het meeste werk wat wij doen is voor mensen die een beest vinden langs de weg. En die jammer vinden dat dat beest daar langs de weg verrot. Museums is het zo dat het voor wetenschappelijke doeleinden. En daar geldt dat natuurlijk voor dat een toekomstige generatie daarnaar gaat kijken. Dan zijn dit vooral dieren die dus niet meer zoveel voorkomen en die met uitsterven bedreigd zijn. Er zijn beesten die zijn alleen in opgezette toestand te bekijken.
je gaat kijken hoe verschillende mogelijkheden er zijn om een beest te prepareren op zich. Dan kun je er wel 10 noemen, maar hoe wij het hier doen, de grotere zoogdieren, die daar komen schuimmodellen in. En dan zijn er nog een hele serie kleinere zoogdieren die we met hout wel wikkelen. Het is wel een kunst en het is verder dan dat, want de kunstenaar die maakt een model en die heeft geen beperkingen eigenlijk, alleen zijn eigen image, zijn eigen zienswijze. Ik speel niet voor God en ze moeten gewoon betalen. Dus ik weet niet of God dat gedaan zou hebben. A man should have a hobby. Well, it's more than a hobby. A hobby is supposed to pass the time, not fill it.